De Vereniging van Economisten in Suriname, de VES, is niet tevreden over het ontwikkelingsplan 2017-2021 van de regering. De vereniging vindt dat de regering niet voldoende informatie heeft verwerkt in dit plan. De VES merkt op dat de regering concreter moet zijn bij het opstellen van dit belangrijk stuk. Volgens Steven Dibby-Persat, ondervoorzitter van de VES, is het ontwikkelingsplan niet toegespitst op de huidige situatie van het land. Hij merkt daarnaast op dat veel informatie die verwerkt is in het ontwikkelingsplan intussen al achterhaald is. Een heel belangrijk deel wat ontbreekt, daar hebben we meestal mis nu over, is namelijk het grote overheidsapparaat. Dat wordt dus amper benoemd in dit plan, maar toch is het de realiteit van ons land. We geven inmiddels gewoon te veel geld uit aan de overheid, zowel aan salarissen als aan het apparaat zelf, dus apparaatskosten worden dat genoemd. En hiernaast heb je ook subsidies. Deze drie poten maken dat er niks overblijft in een land in ontwikkeling om je te ontwikkelen. Om bijvoorbeeld productiviteit te stimuleren. De precieze incentives hoe je productiviteit zou stimuleren, die zijn ook niet concreet genoeg. Dat verwacht je wel van een plan, een nationaal plan. Dibby-Persat zegt verder dat de overheidsbegroting gerationaliseerd moet worden. Vooral de conceptieve uitgaven behoeven volgens de econoom aanpassing. Hij merkt verder op dat de overheidsbegroting van dit jaar niet veel verschilt van die van het vorig jaar. Dibby-Persat benadrukt dat de overheidssubsidies nu ook weer aan het toenemen zijn. Dat is verontrustend. Een deel heeft nog steeds te maken met elektriciteit. We weten wel dat mogelijk dat van brandstof veel minder is geworden, maar dat snijdt van twee kanten. Want als de pompprijs, zoals men zegt, volledig afhankelijk is van de pomphouders en het internationaal gebeuren van olie, dan heb je nog steeds een stukje van transport wat van toepassing is op Suriname. En dat wordt dus wel gesubsidieerd. Alles wat te maken heeft met bussen, het openbaar vervoer dus, maar ook de boothouders, daarin zit toch enige subsidie van de overheid in. Dus terugkomend op je vraag. En eigenlijk is dat niet alleen voor deze OP, maar voor alle OP's in Suriname. Het is een samenraapsel van wenselijkheden van diverse ministeries en van diverse schrijvers die het ontwikkelingsplan schrijven. Wenselijkheden moet je niet hebben in een plan. Een plan moet erg concreet zijn, zodat het meetbaar is. Dat was VES ondervoorzitter Steven Dibby-Persat over het ontwikkelingsplan 2017-2021. De Vereniging van Economisten in Suriname is niet tevreden over informatie die verwerkt is in dit plan en vindt dat de regering concreter moet zijn bij het verschaffen van zulke belangrijke informatie.